En het insignehok. Zal ik eens kijken of dat ze de insigne is, als ze daarmee bezig zijn. Of dat binnen mag, want officieel mag dat niet. Dat gewoon proberen. Hé, hey, doe eens open. Je komt er niet in. Hè? Je komt er niet in. Kom ik er niet in? Godzicht, je komt er niet in. Godverdomme. Ik wou even vloggen binnen. De wereld gaat niet voor jou open, deze deur. Oeh, hier, kijk hier. Daar zijn we weer. Zeg proost. He? We zitten nu weer bij Tony op het terras. Kijk. Eens een keer weer anders. Zo komt Belinda en Siska en Bart. Dus gezellig. Even een, wat is het eigenlijk? Dinsdagmiddagborrel. Ik was er aan toe. Lekker, zelf heel belangrijk. Ik hou ervan. En het is nog lekker weer deze week en dan houdt het op. Dus op naar morgen. Ja, je weet het hè, leven is als een neus. Je moet eruit halen wat erin zit. We zitten er nog steeds. Ik kom even op beeld, ik zeg niks. Als je op computer wil zetten, voordat je op huis zet, moet je ze op je computer zetten. Hartstikke leuk joh. Was ze weer woest, Belin. Dus we gaan nog even een borreltje doen. En dan ja, gaan we weer verder. Dus hartstikke leuk. Ja, zo ben je weer ergens verzeld geraakt. De Boerenhofkapel. De Raad van Elf. Kaaike en Gevolle. Spiegel. Dansmariekes, Jeugdhofkapel en het insignehok. Zal ik eens kijken of dat ze de insigne is als ze daarmee bezig zijn. Of dat binnen mag, want officieel mag dat niet. Dat gewoon proberen. Hé, hey, doe eens open. Je komt er niet in. Hè? Je komt er niet in. Kom ik er niet in? Je komt er niet in. Godverdomme. Ik wou even vloggen binnen. De wereld gaat niet voor jou open, deze deur. Hier, kijk hier. Allemaal gaan hier. Nou, ja, dus ik mag niks zien. Helaas. Nou ja, dan... Ik zou niet de garantprijs geven, hè? Kijk, daar is iemand bezig. Ik zal de kar niet in de... Daar mag ik ook niet filmen. Ik mag hier eigenlijk niks. Inmiddels staan we hier op de markt. En het smachtlappenkoor in het nieuw jasje, hoorde ik. Die staat hier op te treden. Altijd gezellig, een beetje reuring in de tent, toch? Kijk. Het is jammer genoeg een beetje regen, maar ja. Daar kunnen we natuurlijk niks aan doen, dat hebben we niet besteld. Maar het is altijd gezellig. En ik zie dat volgende week is het boekparty. Kijk, ook gezellig. Lekker biertjes drinken. Dus we gaan nog even verder, want het is ook nog Abrahamendag vandaag. En ja, ik heb de Abrahamen nog niet gespot, maar blijkbaar zijn ze in de Klapijnstraat. Dus we gaan nog even kijken in de Klapijnstraat. En die zijn overdag ook blijkbaar open. Speciaal voor de evenement. Dus we gaan even verder. Ik ben benieuwd. Abrahamendag is aan de gang, zoals ik al zei. Komen ze aan. Mensen die 50 zijn geworden. Het is een hele stoet. Dus ik ga even hier tussen staan. Abrahamendag, hè? Ja, zeker. Ja, gezellig. Dus ik dacht, ik kom even kijken. Ja, heel goed. Dus kortom, ook in Oosthout Abrahamendag. Dus als je ziet, bekenden erbij. Ik zou zeggen, taggen, hè? Ik zie al dat Gerard Braat voorbij komt. En zo komen er allemaal bekenden voorbij uit Oosterhout. Hele mannengroep. Dus we hebben de hele dag van alles te doen.
Ja, ik was naast op zoek, maar ja, ze zijn er al met velen, dus ik ga gewoon vrolijk door, hè. Dus ik weet niet wat ze gaan doen, maar ze hebben Roots 66 en het is gezellig druk hier op de markt. Dus ik zeg, het leven is als een neuzen, mensen. Je moet eruit halen wat erin zit. Kan niet, wat is wel leuk. Naar mijn YouTube kanaal. Je kunt abonneren en je kunt de duim omhoog doen. Hartstikke leuk dat je hebt gekeken. En volgende week ben ik weer elke maandag. Hartstikke leuk. Op Ook van Wolstraut. En natuurlijk op mijn eigen kanaal. Josiasse Rovien. Dus klik aan. Hartstikke leuk dat je kijkt. En ik zeg adieu en tot volgende week. How do you do?